Veel Westlanders krijgen hem elke week in de bus. Het hele Westland. Nu niet meer. Tenminste, de krant komt nog wel. Hij heeft alleen vanaf nu een andere naam. Dat lijkt misschien uit het niets te komen, maar achter de schermen zijn er al langer veranderingen gaande. Sinds 2 jaar ook uitgeven op het gebied van online nieuws. Via de website rodi.nl. En daar wilden we meer uniformiteit in krijgen. Dat het zowel voor lezers en adverteerders, klanten, duidelijk is wie wij zijn en wat wij doen. Dus in het Westland komt vanaf nu niet het hele Westland door de brievenbus, maar Rodi/Westland. Ja, dat is in één lijn met onze online propositie. Ja, ik denk zeker dat het voor de mensen even wennen is. Maar zoals wij eigenlijk ook al zeggen, we doen het in een nieuw jasje, maar de inhoud blijft eigenlijk even sterk. En dat blijven we met evenveel inzet doen. Dus het zal ongetwijfeld even wennen zijn voor de mensen. Het hele Westland is ook een begrip. Misschien zullen mensen over 2-3 jaar nog steeds wel ons het hele Westland noemen. Maar in die zin denk ik dat ze snel zien dat de inhoud precies hetzelfde is. En dat is uiteindelijk toch waarvoor mensen de krant openslaan. Maar wat vindt de Westlander er eigenlijk van dat de toch wel herkenbare naam, het hele Westland, nu veranderd wordt? En heeft u het grote nieuws al gehoord? Welk grote nieuws? Ze gaan verder onder een andere naam. Oké. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat er een andere naam op de voorpagina staat. Ja, wat vindt u daarvan? Even wennen, maar het zal wel goed komen, denk ik. Maakt me niet zoveel uit. Ik vind het wel goed. Als de inhoud maar hetzelfde blijft, toch? Ja, laat me het dan maar ophouden. Ja. Nou, ik lees hem niet meer zo, want het zijn allemaal advertenties en rouwkaarten, rouwadvertenties. En voor de rest vind ik er niet zoveel bijzonders in staan voor mij. Ik ben natuurlijk op leeftijd, dus ja. Nou, daar had ik in het begin toch wel een beetje moeite mee, want ik lees ook de krant voor de overlijdensadvertenties en die staat ruim achterin in plaats van helemaal voorin. Oh, dus dat is dan een verandering die weer terug moet gedraaid worden? Nou, nee, maar ik moest even zoeken.